goed hoor. Wat schat. Geiten. Hotel. Het is gewoon naar het hotel, man. Wat luxe. No. Bergman 1,89 €. We zijn helemaal lijp geworden. En hier een Argo. Oh, die zijn helemaal lijp geworden. Wat is dit normaal dorp? Ik heb keine kerk gezien. Dat is de kerk. En nu is weer het dorp best wel joekel. Om te zien. Veel tankstations hebben ze hier, voor het geval dat dit kleine wegje moet tanken. Ja, kijk maar, meneer, kijk maar. Oké, kijk eens aan, op school. Ik ga denk een foto naar de haven maken, bij de haven. Of ook een keertje geen kerk. Zo leuk. Het is wel fijn in zo'n weg door het dorp. Want we rijden niet auto's door. Nou, ik weet eigenlijk niet. Ik weet niet wat fijn aan is om doorheen te komen, denk ik. Klein tweewielers. Snap het al. We zijn hier in het drukke centrum. Gelukkig ben ik op de motor. Dus kan ik er zo te zien nog steeds niet langs. Want Verrijp staat hier in de weg. Oké, dit gaat al helemaal mis. Dat gaan we niet doen. We gaan een andere route nemen. En die route is hier zo. Oh, de kerk! Gaan we een foto bij de kerk maken? Of gaan we een foto bij? Nee, dat kan niet. De kerkingang is wel een beetje kut. Ja, ik kan wel. Nee, dat is kut plek. Oh, wat is dit? Dit gaat richting vrachtauto's. Oh, ja, maar niet voor motoren, nou ja. Wacht, welk dorp ben ik nu? Oh ja, Numansdorf. Oh, kijk eens, daar heb je al die vlaggen. Kijk, hier heb je het Helse. Helsheid. Hier kunnen we zo een haven. Kijk eens, prachtig. De haven van Noemansdorf.
Kijk, gaan we gewoon hier zo even een fotootje maken, hier zo. Grond van artikel, binnenwaard politie gemeente. Kijk, ik vind dit zo. Als we hier zo gaan, zoiets. Vind ik wel een mooie foto. Gaan we hier naar rechts, denk ik. Zo, is dit een huis of is dit een... What the hell wordt hier weer gebouwd, jong. Er wordt heel veel gebouwd. Het is allemaal nog niemands dorp, man. Het is allemaal nog niemands dorp. Heb ik gefaald? Kan je daar niet naar rechts? Als je daar niet naar rechts kan, dan moet ik weer terug. Het is allemaal nieuw hier. Ik kan niet naar rechts, ik heb gefaald. Oh, het staat hier gewoon een Oekraïner. Die woont gewoon even in zo'n huisje. Fantastisch, joh. Goed geregeld. Hier worden allemaal nog dingetjes verbouwd. Maar, kijk eens aan. Hier sluiten we het af, het hele verhaal. Denk ik.